Ja, tot slot, voorzitter, denkt de BBB dat het hele stikstofprobleem, de hele problematiek met de kwaliteit van water, die is overal nog slecht in Nederland, de klimaatopgave, dat die allemaal gehaald kunnen worden met de huidige veestapel, als we die innovaties gaan toepassen, of zal daar toch ook wel krimp moeten plaatsvinden? Ja, voorzitter, wat we natuurlijk de laatste 10 jaar gezien hebben, dat er een serieuze krimp van de veestapel heeft plaatsgevonden. Nee, inmiddels hebben we 10% minder varkens dan 10 jaar geleden. We zien eigenlijk alle veestapels krimpen, behalve de geitenstapel. Dus dat er krimp in die veestapel zal gaan plaatsvinden, dat is een autonome ontwikkeling. En gezien de opkoopregelingen die er nu zijn, zal die krimp ongetwijfeld nog wat verder gaan. Maar ik denk dat die krimp van die veestapel dus een soort autonome ontwikkeling is. En dat we los van die krimp, op basis van innovaties die we hebben, dat we serieuze stappen kunnen zetten. Niet alleen in het klimaatbeleid, maar ook in het stikstofbeleid.